Hoi, goeiedag. Welkom of welkom terug op mijn kanaal. Op verzoek, we gaan Hennis en Maurits testen. Dan was ik van plan eigenlijk om... Ja, zo, die moet ik er nog even bij pakken. Ik heb geen foundation, dus we gaan de Revuel Tinted Face Cream gebruiken. Maar wat ik wel heb en wat ik graag wil gebruiken erbij, is een foundation en concealer brush van Hennis. Iedereen zegt H&M, geloof ik, hè, tegenwoordig. Op een of andere manier blijf ik Hennis en Maurits zeggen. Oké, het zit in een grote doos. Ik doe het even zo. Dit is dan voor concealer. Maar die heb ik al gedaan. Hij voelt heel zacht. Maar wel compact. Dus ik ben benieuwd of dit gaat lukken. We nemen een dotje van de foundation. Nou, het is niet echt een foundation. Maar. En dan ga ik gewoon, zoals ik altijd doe, dotten over mijn gezicht heen. Zo. Ik heb een beetje over. En dan, oh. De borst is inderdaad heel zacht, maar wel compact, maar niet te. Door de vorm kan je er ook goed mee stippelen. Maar ook goed mee buffen. Ik vind het geen verkeerde kwast. Ik vind het geen verkeerde kwast. Oké, nou, ik denk dat ik deze wel blijf gebruiken. Ik heb de rest niet nodig, zonde, maar goed. Dan heb ik twee van die face sticks, do it all sticks. In deze kleuren. Laten we eerst maar even mijn bril erbij pakken. Want wat zegt het? Een do-it-all stick. Effortlessly add a touch of color to your cheeks, lips and eyelids with this easy-to-use versatile color stick. Simply dab some color onto your skin and use your fingertips or brush to blend. You can use a small amount of this velvet formula for a subtle hint of color or build it up for a bolder look. Het is vegan. En dit is de kleur Teddy. Waarvan ik eigenlijk had verwacht dat ik hem als... Dit is een matte kleur en dit is ook een matte kleur. Ik kijk of ik er een als... de stick ziet er zo uit. En dan zo. En dan draai je hem hier aan de onderkant. Oké. Hij is niet heel creamy, moet ik zeggen. En dit is de kleur Tour de Contour. Dus toen dacht ik, misschien kan ik die gebruiken.
Nou, die kan ik wel gebruiken als bronzer. Oké. Maar ik moet erbij zeggen, ze zijn niet heel creamy. En dat vind ik wel een beetje engig. Ik ga het eerst zo proberen. Een beetje zo. Dit is mijn Elf Duo Complexion Brush. Oh, dit lukte heel goed, zeg. Oeh. Wow. Maar serieus. Dit is een heftige kleur. Nou, heftig pigment. Wow. Even kijken of ik het met een spons een beetje... Oh ja, dat lukt heel goed. Er komt nog poeder overheen, hè, zometeen. Dus wat dat betreft ben ik nog niet echt in paniek. Ja, met die spons overheen is het prima te doen. Oké, dan gaan we de contourkleur... Nee, de blusher doen. Dat doe ik even wat minder... Het is een wat donkere kleur voor mij. Maar als lipkleur vind ik hem ook wel mooi. Oké, ze zijn toch wel wat creamier dan ik had gedacht. En er komt redelijk pigment af. Wow. Dat gevoel heb ik een beetje. Wow. Dan heb ik de Beauty Setter. Een Luminous Setting Power. Oil Absorbing Formula. En dan zeggen ze... This loose luminous setting power, sets but never settles. With a very light texture and super fine light reflecting particles, your make-up stays put with a radiant finish. Nou. En daar heb ik ook een poederkwast bij. Ook in zo'n grote doos. Dit ruim ik zo meteen allemaal wel op. Dit is ook dual-ended. Op zich vind ik dat niet erg. Hier zit een blush of eigenlijk meer een contourkwast bij. Deze voelt niet heel stevig. Deze voelt... Ja, oké. Ik ben natuurlijk eigenlijk wel gewoon inmiddels mijn eigen... Oh, dit is de kleur pink trouwens. Hier aan de zijkant de kleur pink. Ik schur het gewoon op. De verpakkingen zijn allemaal geüpdate. Dit is, het ziet er mooi uit. Ah, er zit een sponsje bij. Zo. En dan zit er een plasticje op. En ik denk dat dit met zo'n panty dingetje is, zeg maar. Is met zo'n panty sokje erin. Laten we met het puffje beginnen. Ik pak wat poeder op. Even afdeppen op de hand. En dan gaan we eerst de onderogen doen. Ja, ik weet. Het is een hele fijn gemalen poeder. Het gaat overal heen. Maar goed.
met een iets oudere huid, is dat op zich niet vervelend. Oh, het zet wel heel goed en het voelt heel smooth. Ja. Nou, een klein beetje op de kwast. Dan tik ik het een beetje af en ik zie het echt als rook omhoog komen. Het ruikt niet heel fijn. Het zet wel goed, zeg. Het zet in één keer. Is het echt poeder? Of is het de kwast die zo ruikt? Ik denk dat het de kwast is die zo ruikt. Een beetje nieuwigheid, lucht of zo. Ik zie niks. Eigenlijk, het matteert goed. Het zet goed. De dekking is niet optimaal, hè, die ik nu heb. Maar dat komt omdat het natuurlijk een lichte face cream. En ik heb gewoon nog mijn rode vlekken. Maar dat vind ik niet zo erg. Maar het voelt heel zacht en smooth. En ja hoor. Dit is best leuk. Nou. Hennis en Maurits, tot nu toe. Ik vind de poederkwast niet geweldig, maar nee, goed. Dan heb ik een eyebrow pencil. Nee, een eyeshadow pen. Een eyeshadow pen. Make it easy in totally taupe. En daarvan zeggen ze... Get ready to play with the pigment-packed eyeshadow pen. It's your long-wearing waterproof sidekick... That won't let you down. Oké. Okay. Nou. We'll see about that. Hij is zo. Die verpakkingen zijn wel heel mooi, hè? Van Hennis. En ik heb een Essentials Set for Eye Makeup. Vegan Brushes. Daar zitten er 4 in. Niet dat ik die nodig had. Maar je wilt toch een beetje iets van zo'n merk testen. En dan zoek je eigenlijk een beetje de dingen op die interessant zijn. En die mensen ook interessant zullen vinden. Dit is zo'n ankle brush. Dit is een smudger. En dan een platte en een fluffy kwastje. We hebben de E09. De E06. De 101 en de 104. Momentje. Waar ben je gevallen? In een schoen. Oké. De eyeshadow pen. Oeh, heel gepigmenteerd. En heel zacht. Oké. Laten we het proberen. Oké. En dan ga ik met de fluffy kwast proberen te blenden. Het is niet een matte. Eyeshadow stick.
Ja. Ja. Het is niet vervelend, maar het blendt niet. Kijk, het komt hier wel omhoog. Maar dat is denk ik meer het stempelen wat mijn oog doet. Dan iets anders. Omdat het ook alleen op die plek blijft. Ik kan het een heel klein beetje blenden. Of ligt het aan de kwast? Ja, ik pak even de andere kwast. Ja, nou. Ik vind het absoluut een mooie kleur. Absoluut. Maar het blendt niet heel geweldig. Dus het blijft een beetje zitten waar je het stopt, zeg maar. Een beetje op die kleine smusser kwast gedaan. Kijk of ik het een beetje... Ja, dat gaat redelijk. De kwasten zijn ook niet geweldig. Koop ze lekker bij de Boozy Shop. Dit is... Nee. Nee. Ik vind de kwasten niet geweldig. Deze, ik vind de kleur mooi. Het heeft een klein glittertje. Ja, je kan er een leuke ooglook mee maken hoor. Absoluut. Geen slecht product. Nee, vind ik niet. De kwasten. Dan heb ik. Want ik ben nog niet klaar. Nog lang niet, wou ik zeggen. Een pressed powder bronzer formulated met vitamine E. En daarvan zeggen ze... Dit is een pressed powder bronzer formulated with rich color pigment. And a highly blendable, buildable texture to add warmth to your skin. Nou, niet dat ik dat nodig heb. Maar toch. Dit is de kleur... Light. Ja, light. En het is een matte bronzer. Het ziet er zo uit. En dan staat hier in dezelfde kleur H&M Beauty. En dan is dit de kleur. Oké. Okay. Oké. Niet gelijk. Oké. Ik pak mijn eigen bronzerkwast. Er zit ook een spiegel in. Hallo. En dan tap ik er een beetje in. Oké, hij is niet te warm. Dat vind ik fijn, anders krijg ik zo'n oranje gezicht. En hij is wel licht. Maar ze zeggen dat je hem kan opbouwen. Dat ga ik niet proberen, want ik heb al een hele gebronst uiterlijk. Dus ik laat het hierbij. Maar, oké. Dan heb ik de... Oh My Blush Pressed Powder Blush met vitamine E. En daarvan zeggen ze...
pressed powder blush loaded with soft crushed pigments and provides blendable and buildable color with a subtle natural look for a more intense flush. En ik heb de kleur Au Naturel, Au Natural. En dit is een shimmer blush. Die is tegenwoordig in het roze. Terwijl de bronzer was een beetje nude kleurig. Kijk het verschil. Het is een beetje de verpakking van Make Up by Mario. Ik had al blushes van Hennis & Mauritz. En vroeger zagen ze er zo uit. En nu dus zo. Ik vind de nieuwe verpakking leuk. Ja. Goed. Spiegeltje. Dan is dit de kleur. Oh ja. Oh, dat is wel een mooie kleur. Heel lichtjes. Ja. 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 Mooi. Oké. 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 Ik pak mijn eigen kwast. Tip ik er twee keer in. Oh, dat is heel mooi. De shimmer valt mee hoor. De shimmer valt echt mee. Ook in de poeder. Ik zie geen echte glitters op mijn gezicht. Maar deze is echt heel mooi, die blush. Ja. Oké. Oké. Oké, Hennis & Mauritz. Oké. Wat ik gebruikt heb, doe ik gelijk even in mijn gebruikbakje. Want anders dan... nou goed. Dan heb ik een highlighter. Ja, ik heb een highlighter. Press powder highlighter. Formulated met hyaluronic acid. Oké. En dan zegt het... Voor Erika uit beeld half heb ik het idee. Press powder highlighter loaded with a high level of ultra-fine light reflecting particles to add a perfect glow to your skin. Oké. En dan heb ik de kleur Beam Me Up. Ik zit iedere keer met die bril zo. Ik hou niet van super witte highlighters. Meer een beetje huidskleurig. En die ziet er ook zo uit. Wacht even. Is die dan? Oh, die is wel weer een lichtere kleur. Kijk. Maar dan ook niet hetzelfde als deze. Hij is iets rozer. Maar oh, hij is wel even groot als de blush. Maar ze hebben dus allemaal een andere kleur. Roze nude-achtig. Heel grappig. Ook een spiegel. En dan is dit de kleur. Oh ja. Oh ja. Deze blendt heel mooi in je huid. Ik ga eerst... Dit is de kwast die ik altijd gebruik als highlighter kwast. Dit is Real Techniques Light Layer Brush. Dus ik tap er een beetje in. Het is een beetje... Nou, het blendt in ieder geval niet weg. Het is een beetje een soort jelly formule. Even met een andere kwast. Kijk. Het is een beetje een jelly formule. Dus je moet even kijken welke kwast je hebt die hierop reageert. Maar ja, het is zeker, zeker een leuke kleur. Zeker. Absoluut. Ach, ik had ook nog een puff. Maar die ga ik binnenkort gebruiken. Dan heb ik nog een aantal dingen.
Ik heb een mascara. Die ga ik zo gebruiken. Dan heb ik een lip liner. Ik heb een lip gloss. Dan heb ik een matte lip color. En ik heb een liquid matte lipstick. Oké. Ik ga eerst heel even mijn wenkbrauw doen. Ik ben zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Wenkbrauwen, het zijn nichtjes. Laten we daarop houden. Ik haal even deze Do It All sticker af. Die overigens redelijk zit. Ik had hem natuurlijk even snel zo opgedaan. Maar het is wel een... het droog je lip uit. Laat ik het zo zeggen. Dan heb ik een sculpting lip liner. En daarvan zeggen ze... Het is bijna de lees, joh. Een lip liner... Oh, daarvan zeggen ze eigenlijk helemaal niks. Een lip liner. Een lip liner. In ginger beige. Nou, het is een lip liner. Zij zeggen helemaal niks eigenlijk. Oké. En die ziet er zo uit. Wel een mooie kleur. Hij is een beetje licht voor mij. Maar. Dan heb ik, begin ik even met de matte lippie. Oh nee, of zullen we deze doen? Wat voor kleur is dit? Staat er niet op. Er staat gewoon niet op wat voor kleur het is. Oh, misschien hier. Nou, dat kan ik niet lezen hoor. Nee. Nou, ik ga even proberen. Ik ga eerst deze doen. Ja, laat ik het zo zeggen. We gaan hem swatchen. Dit is de Matte Format, de Liquid Lipstick. In... Stay classy. En dat is dan deze kleur. Oké. Mooie kleur. Mooie kleur. En dan heb ik de Matte Liquid Lipstick. Nee, de Matte Lippy. Comfortable and Hydrating Matte Lipstick with an Intensely Pigmented Luminous Matte Payoff. In de kleur My Lips But Better. En dan... Doet het me met zo'n luminous finish een beetje denken aan die van Maybelline. Dat is deze. Dat is een gewone lipstick. En dat is dan deze. En die gaan we opdoen. Die matte lipstick bewaar ik wel voor een ander moment. Gaat wel goed van mijn hand af, maar het was nog niet helemaal opgedroogd. Bril af, anders zie ik het niet. Ja, hij is creamy. Hij zit lekker, hij voelt goed. Maar het lippotloodje is te licht. De kleur
komt wel redelijk in de buurt van mijn eigen lip. Ik vind dit echt heel mooi. Wat vinden jullie? Ja, nou, ja. En dan heb ik nog een lipgloss. Niet dat dat nodig is, want deze lipstick is redelijk creamy. Maar voor de volledigheid. Kijken of ik een kleur kan ontdekken. Dit is de Lip Shine in de kleur All About the Beige. All About the Beige. En die heeft wel iets pigment hoor. Ja, leuk. Hij ruikt heel zoet. En hij geeft een hele mooie shine. Ja, nee, leuk. Nou hoor. Ik ben er niet boos om. Dan gaan we naar de mascara als laatste. En dat is de Forever Curled Lash. A curling mascara met een siliconen brush. In de kleur... Oh, for a flirty lash look, search no further. Thanks to its curved silicone brush and rich formula, this mascara grabs and curls your lashes from the root. In black. Nou, kom maar op. Ik ga het een eerlijke kans geven. Hij ziet er zo uit, best grappig, een beetje... Het doet me een beetje denken andersom, zo. Aan jaren 60, een beetje Austin Power-achtig. Maar ik ga het een goede kans geven. Dus ik ga even een wimper krullen. En dan is dit het borsteltje. Inderdaad, een siliconen borsteltje. Hij grijpt inderdaad je wimpers vast. Het is niet een hele natte formule. Toch heb ik het dan weer voor elkaar gekregen om ermee te knoeien, maar goed. Het borsteltje is klein genoeg voor de onderwimpers. Er zit geen stopper in, voor mijn gevoel. Oké. Het ziet er niet slecht uit. Maar de clue gaat zijn, blijft het zitten. Bij mij wil het nogal snel
Okay. Het verwijdert niet makkelijk. Dat is één ding wat zeker is. Oké. Ik ga nog een laagje proberen, kijken wat het dan doet. Ja, daar krijg je spinnenpoten. Twee laagjes kan, drie zou ik niet doen. Nou, wat vinden we ervan? Oké, over het algemeen vind ik het oké. De poederproducten zijn allemaal prima. De lippenstift is echt heel mooi. De poeder rook heel erg. En dat ruik ik eigenlijk nog steeds. Ik ga wel even de powder puff openmaken. Oh, je kan de vullingen uithalen. Een beetje raar. Hij voelt wel heel zacht. Ik heb het idee dat dit wel een fijn puffje is, maar het is heel flimsy. Heel. Nou, goed. Dat. De sticks vond ik wel oké. Ik weet niet hoe het is als je ze rechtstreeks op je gezicht doet, of het dan make-up weghaalt. Het is minder. Ik dacht dat ze niet zo creamy waren, maar dat valt wel mee. Over het algemeen ben ik tevreden. Ik vond de blush heel mooi. Ik vond de poeder wel fijn, behalve de geur. Ja, de shadow stick. Ik vind de kleur echt heel mooi. Het is jammer dat hij niet mat is, maar er zit een klein glinstertje in. Maar je kan hem niet echt blenden. Dus zet hem waar je wil en dan moet dat het een beetje zijn. De mascara in eerste instantie denk ik, ja, oké. Ik moet even kijken, maar dat komt dan aan het eind, volgende maand bij de update, of die af gaat geven hier. Want ik heb natuurlijk overhangende oogleden, dit stuk vooral. En hier nog erger, of die gaat stempelen. Maar hij zit wel mooi. Hij is echt zwart. Hij grijpt inderdaad je wimpers mooi vast. De kwasten. Ik vond de foundation kwast op zich wel fijn. En de rest, daar kan je echt wel zonder. Ja, daar kan je echt wel zonder. Die ga ik nog proberen, de liquid lipstick. De highlighter vond ik heel mooi. Vind ik heel mooi. Heel natuurlijk. Over het algemeen vind ik dat je Henners producten wel kan halen. Ja, op de kwasten. Nou, ik zou het niet doen. Nee. Als je dan goedkope kwasten wil of betaalbare kwasten, goedkoop klinkt een beetje negatief, haal ze dan bij Boozy Shop. Vind ik. Maar goed, ieder zijn eigen mening. Dan wil ik alleen nog maar zeggen bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer. Doe een duimpje omhoog. Doei!